Hij is er! Poppy! Smash even op die like als jullie van Poppy Playtime houden. En zeggen we de comment, show jullie support via like of een comment. Als jullie willen zien dat ik ook de echte Poppy Playtime ga spelen. Want om heel eerlijk te zijn, het lijkt me best wel een enge game. Dit is volgens mij, van wat ik heb gezien, een best wel goede remake van de echte game. Dus ik ben hartstikke benieuwd. Oh kijk, deze kan ik, deze kan ik. Nee, nee, in die. Go, ga erin. Mensen, hallo, ga erin. Yes, met z'n drieën. Ah, met z'n vieren. Als deze mensen niet lieven, dan vind ik het helemaal mooi. Want ik wil niet in mijn eentje. Dat is wel echt wat ik zeker weet. Ik ga niet mee. Nee. Oh, we gaan er nu met z'n tweeën heen. Ik wil... In mijn eentje. Daar trap ik niet in. Ja, niemand lief. We zitten hier letterlijk met z'n vijven in. Dat vind ik nog echt het mooiste. Waarschijnlijk word ik niet eens getp'd. Everybody disappeared without a trace, leaving behind only a single clue. A flower. Since then, the factory was abandoned and left to rot. Until today. Find the flower. Nee, waarom is het een first-person game? Holy moly! Arme officer, hey! Yo, we hebben een ornament. Oh, en hier kunnen we doorheen. Oh, maar daarvoor hebben we een blauwe hand nodig. Oké, ik weet wel dat je die gekke handdingen hebt. Voor de rest weet ik niet heel erg veel. Waiting room. Blocked. Locked. Oké, dit is de kamer met het treintje waar je de oplossing voor security... Ja, ik weet wel iets hoor. Ik heb heel eventjes bij Game Theory gekeken. Oh, jezus. Oh, ik zag... Ik schrok me dood. Oké, wat is dit? Wat kunnen we hier halen? Oké, dit is security. Gift shop key. Wat is dit trouwens? Is dit nou zijn arm? Ik vind die lus heel ongemakkelijk. Hij knuffelt zeg maar heel het gebouw. Huggy wuggy. Dit is de kamer met de trein. Maar er loopt helemaal geen trein. Oké, oh, er is een vent. Yo, ik volg maar gewoon. Ja, iedereen is blijkbaar Poppy-expert. Er is hier dus een rooster waar we in kunnen, mensen. Oké. Stop. Oh, ik heb nog een ornament. Hier, security code 88631. Dan kunnen we nu in security deze code invullen, denk ik. 88631. Ja, hij is open. Hey! What the F is it? Extend the blue arm by pressing Q. Pressing it again. We'll retract it. Oh, kijk, dit is de arm. Oké, dit is leuk. Hier. Hallo, Iggy Boogie. Iedereen met die domme armen. Oké, dat ziet er zo achterlijk uit. Komt er uit iedereen's rom. Wat is dit? Is het een ornament? Yeah, boy. Een ornament. Ze zijn er raar gelabeld. Oh, kijk, dit is Huggy Wuggy. Met een boom. Oh, hier kan je dingen in hangen. Oh. Oh. Waar gaat de stroom uit? Niet weggaan, hè, Huggy? High five. High five, Huggy. Oh, kijk. Oh, ik heb een key. Kijk. De power. Oh my god. Hé, hey, we doen het best wel goed. Ik weet echt niet wat ik aan het doen ben, maar we doen het best wel goed. Oh. De power room is dit. Oké, moeten we... Yo, dit is een expert. Deze guy loopt echt precies meteen waar we heen moeten. Oh, dit is een knop. Is de stroom nu aan? Oh, hier. Doet dit iets? Match the colors. Hoe match je de colors? Hoe de F matchen de colors? Ik ben toch aan het drukken? De colors kloppen niet, mensen. Oh. Oh. Hier, je moet zo die kabel routen. Hoe snappen mensen wat je moet doen? Blijkbaar moeten we dus alle drie onze hand hier opdoen. En Goku dus ook. Maar Goku doet dit dus niet. Ja. Hij gaat het doen. Ja, hij doet het. Let's go. Oké, dat duurde echt heel erg lang. Zoals jullie zien in de chat, ik probeer een beetje te communiceren. Hier, we hebben de stroom. Huggy is weg. No way. Huggy is weg. Waarom is Huggy weg? Oké, we moeten deze chargen. Huggy, wordt dat gewoon niet opgemerkt? Wat is Goku in hemelsnaam? Nee, Goku gaat het saboteren. Kom mee. Goku. Ja, goed zo, Goku. Komt hier Huggy uit? Het zal wel. Ik heb echt geen idee. Oh, jeetje. Het is een stamina bar. Oh, die toggelt. Oké, ik heb geen idee wat we aan het doen. Oh, hij doet de deur dicht. Slim. Slim, man. Dat is heel erg slim. Ik vind ook zo'n mannetje zo leuk. Oh, my place. Oh, we moeten dingen plaatsen. Oh, batteries. Poppy. We kinda got a problem. Ik weet niet hoe je daar boven komt, want ik heb dus nu drie batterijen. Oh, hier zit gewoon een deur waar je weer naar boven kan. Ik kom eraan. Rustig. Kijk, ik heb ze alle drie mensen hier. Kijk. Bam, bam, bam. Oeh, ik vind het ook wel leuk dat er geen dialogue in zit. Het is een beetje een andere story game. Do not enter. Hoezo? Oh, jeetje. Ja, nee, drie dubbele backflip.
Waar moeten we heen? Waar is Steergear? Waar is Steergear? Oh, daar. Oh, dit is de hand. Dit is de hand. Dit is de tweede hand die we nodig hebben. De red arm. Kijk. Oh, en dan kunnen we nu zo en zo. En komt Huggy hier uit? Oké, hier. Twee charging beams. Dit ziet er zo stupid uit. Oké, here we go. Do not enter. Nou, we gaan er wel. Het staat dat mensen niet moeten enteren. Maar alsnog doen we het, want wij zijn zo gek. Er wordt niet veel van gesnapt. Ik wil echt bij die Teergear blijven, gast. Hij weet het volgens mij. He knows what's up. Ja, nu moet je die power begeleiden. Maar ik heb geen idee hoe. Oh, die moet denk ik naar een andere valve. Nee, ik haal het niet. Oh, oké, ik snap het idee. Als jij die route, dan route ik deze. Hier, we moeten dus naar boven. We routen hem zo. Zo. Nee, ik haal het niet. Maar wat als ik vanaf hier ga? Of moet ik via hierboven? Want kijk, als ik zo ga... Hij moet echt langs hier. Ja, kijk, ik haal dat helemaal niet. En hij is niks aan het doen. Nee, 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 nee. Ik wil niet dat ik hier alleen gelaten word. Dat is zuur. Oké, maar wat als ik zo doe? Kijk. Ik haal hem gewoon net niet. Oh, wacht eens even, mensen. Je kan je arm extenden. Hier, hier. Dit is het, dit is het. Als ze nu lieven, dan ben ik boos. Want ik wil er niet alleen voor staan. Hier, als je zo doet. Zo. En kijk, je kan hier gewoon je arm extenden. Of is dat geen ding? Of moet je elkaar vastpakken? Wow. Wow. Wat doen we? Wat doen we? Oké. Okay. Oh, er gebeuren allemaal dingen. Waar is die andere gast? Oh. Oh. Teergear, hij liet de verkeerde kant op. Ik wil dat hij bij mij blijft. Wow, oké, dit is scary. Make a pet. Deze dingen zijn keur... Nee! Nee, die ogen volgen mij. Ja, Teergear. Teergear. I'm so happy to see you. Hey. Ik wil ook naar boven. Ik wil daar niet alleen beneden blijven. Want ik weet dat hij hier ongeveer gaat verschijnen. Is dit een obby? Oh. Ja. Oh, wat leuk. Je moet echt die handen gebruiken. Wel, ja, jammer dat ik er bijna niks van zie. De brightness van mijn monitor staat heel laag. Rode hand. Ik weet niet echt hoe dit werkt. Van, ik heb nu die Tesla coil aan. Ik weet niet hoe je hem insert. Oh! Hé, wat is dit? Ik ben dood. Respawn. Ik kan gewoon respawnen. Ik weet gewoon niet hoe die dingen werken. Het is gewoon best wel vaag. Het is niet heel erg goed aangegeven. Oh, daar zit ook een blauw ding. Waar zijn deze rood? Oh, deze is blauw. Oh, en deze is rood. Oh, that explains a whole lot. Oké, ik ben hier echt al 10 minuten mee bezig of zo. Maar deze guy is die puzzel aan het uitvogelen en hij draait ook zo. Hij heeft echt geen idee wat hij aan het doen is. Hij heeft echt twee dingen gedaan. Ik snap niet wat deze kleuren zijn. Het heet toch niet voor niks matching colors? Oh, wat? Ik heb het gewoon zo in één keer gedaan. Dit is letterlijk wat hij al de afgelopen 5 minuten aan het doen was. Oké, de stroom is er weer. Maar ik wil niet naar beneden, want ik weet nu dat het domme ding er is. Ik weet nu dat dit domme ding er beneden is. Ik weet nu dat Huggy Wuggy er is. Oké, ik moet even in de mood. Ik ben echt 10 minuten over deze puzzel gedaan. Nee, blijf bij mij. Wat? Waarom haal je al die levers over? Is dat wel zo'n goed idee? Oh ja, hier moeten we sowieso. En hij komt daaruit. Ja, dat is al te zien. Ik schrok me dood, joh. Dit is al te zien. Ja, hij komt daaruit. Place toy here. Oh, we zijn nu de toy aan het maken. Oh. Je bent ook helemaal aan het bedienen, man. Deze guy is een pro. Hij bedient heel dit ding. Moeten we daar naar binnen? Ja, ik ben echt extreem cautious. Jij ook, volgens mij. Oh. Ja. Onze toy. Ja, dit is onze toy. Het is een konijn. Maar moeten we deze niet oppakken? Oh ja. Friend. Waarom heb ik dit ding opgepakt? Waar is hij? Hij is gone. Ik weet niet wat hij zegt in de chat. Hij zet start. Ah, hij is start!
Hij loopt zo snel! Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Ah, hij is daar! Poppy! Hij loopt daar! Hij loopt daar! Nee, nee, ik vind het echt niet leuk! Nee, ik vind het niet leuk! Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Nee, 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 ik vind het echt niet leuk. Hij zit achter mij, hij zit achter mij, hij zit achter... Nee! Oh, waar de F moet ik heen? Nee, 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 nee. 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 Haal me hier weg, haal me hier weg. Go! Is hij weg? Oh. Holy moly! Uiteindelijk ben ik toch doodgegaan, hij liep sneller dan ik. Maar gelukkig, ik kan gratis respawnen. Like the game for chapter 2. Hey, we did it! Dat was echt niet leuk! Dat vond ik niet leuk! Oh, mijn hart! Dat hij ineens weer voor je kwam en dat je terug moest lopen. Ik wou eigenlijk wel dat ik hem had gehaald zonder dood te gaan. Wauw. Mensen, smash even op die like als jullie deze video super awesome vonden. En nogmaals, show die support als jullie willen zien dat ik de echte Poppy Playtime ga spelen. Ik zie jullie bij de volgende video. Later!